twee jaar mezelf heb kunnen doorontwikkelen. Was clubloos, ze hebben me goed geholpen, advies gegeven. En elke zondag train ik gewoon daar. Het is meesterie met Noordin. Goede trainer, veel met hem meegemaakt, heeft me veel geholpen. Ik had het een tijdje moeilijk bij Ajax. En ja, veel mooie plekken gezien, landen, toernooien en een goede tijd met hem gehad. Ik had verschillende interesses, maar dit was de juiste stap voor mij. Trainer Noorden zei tegen me dat Twente geïnteresseerd in me is en ik kan stage lopen bij ze. Dat heb ik gedaan en het is goed uitgepakt. Dagelijks leven eruit ziet als profvoetballer bij Twente. Dat is, ik kom op de club, ik ontbijt. Daarna heb je een pre-activation. Dus dat houdt in dat je in de gym bent en je kan rekken, kracht doen, wat je zelf wilt. En daarna trainen op het veld. En vervolgens, of we trainen één keer of twee keer. Als we twee keer trainen, dan gaan we weer naar buiten. Hangt er vanaf hoe het is. En dan hebben we lunch tussendoor. Dat eigenlijk. Dat is mijn broer, hè? Mijn broertje. Hoe ben ik terechtgekomen bij Twente? Ik was bij Ajax weggestuurd door mijn gedrag. Heb ik bij clubstage gelopen. Had ik een aantal keuzes. En in mijn hoofd en voor mijn moeder dachten wij dat het beste is om buiten Amsterdam, ver van Amsterdam, te voetballen. En toen was Twente... Ja, mooie keuze. De stappen zijn... Waarbij Wouter Academy mij heeft geholpen om hier te komen, dat is, ik train in de zomer, daar winter, vakanties, extra. Op bijvoorbeeld acties, afronden, loopvermogen, en zodat ik fit terug kan komen. Vanaf de ochtend tot de namiddag ben ik bij Twente. Voelt goed hier. Goede band met de spelers. En dat is het. Ja, mama. Huh?
Dennis, jong en speelde bij Sibirgia. Keek af en toe naar zijn wedstrijden. En daarna ging hij ook naar Ajax, speelde ook bij Ajax. En nu zijn we elkaar weer tegengekomen bij Twente. Dus. Veel vertrouwen in jezelf. Hij heeft me veel vertrouwen gegeven. En hij was ook buitenspeler. Destijds was ik vooral linksbuiten bij Ajax. En ja, gewoon veel van hem geleerd. Juiste acties maken wanneer wel een actie, wanneer niet. En alles op hoogste tempo doen. Gehad. En ja, dit jaar is gewoon mijn bro, man. Is mijn big bro gewoon. Goede band met hem. We zijn veel samen, ik leer van hem. Hij leert van mij. De hele tijd staan we zo. Ja, ze komen met twee mannen, stappen we in en dan worden we uitgespeeld. Als je het niet kan oplossen, blijf je gewoon in je positie staan. Nee, dat niet ook. We stappen in, hup, jouw man krijgt de bal. Dat moet je niet doen. Weet je, het gevoel samen is niet aanwezig. Ik ben er echt niet tevreden over. Dus we zijn in de 16 jaar, de opponent team, hè? When they have the ball, you have to play pressure. If you leave them to shoot, then obviously you're going to shoot and you're going to try to make a goal. Oké? Okay? Julio en Genoa, allebei gaan bij Ajax in de jeugd, precies zoals jullie zitten, deze leeftijd. Jullie komen nu ook naar jullie kijken, ik wil ook een beetje genieten. Hebben jullie nog tips? Gewoon losgaan. Vrij zijn. Zijn. Wat is mijn advies voor een speler om het te maken? Nu, op dit moment, denk ik alles geven. Op je voeding letten, op je lichaam letten en tijd slapen. En gewoon geloof in jezelf. Het is nooit te laat. Dus. Kom aan boord! Ik had
als meest heb geleerd bij Water Academy is dat ik in mezelf moet geloven en mijn tegenstander laten zien met wie hij te maken heeft. Geloven als het en nooit de hoop opgeven.